Tenminste, ik wel. Voor mij wel. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Dan gaan we beginnen. Ik wil beginnen een serie. We bestuderen van de Ma'amar over Sfirat HaOmer en over Shavuot. Dat hebben we afgerond. Dus ik wil nu beginnen een serie over Tefila, over gebeden. Ik heb het eigenlijk genoemd Tefila, Oren, Davenen. Er zijn dus drie Joodse woorden. Heel ouderwets oren. Sorry? Ik zeg oren is al heel ouderwets. Ik denk dat de tegenwoordige mensen dat niet bekennen. Nou, daarom kom je leren. Ja, ik heb het ook mijn niet... jeugd werd alleen maar oren. Ik heb het ook niet in mijn jeugd geleerd. Ja, dat is een oud Nederlands woord. Volgens mij is het oorspronkelijk een Grieks woord. Maar waar je in ieder geval ziet dat het woord gebed niet vaak gebruikt wordt. Er wordt een andere, je ziet zowel in het Jiddisch als in het Hebreeuws, zoals ze zijn in het Nederlandse jargon, hebben Joodse mensen altijd een ander woord gebruikt, omdat het Joodse oefening van tefila of davenen of oren iets anders is of meer is dan dan tefila, dan gebed. Gebed moet je leren. Het is een inspanning, het is een werk. Waarom hebben we lessen over gebed? Je pakt een sidur, een gebedenboek en je leest. Nee, je moet iets doen. Je moet erin komen. Het is een vak. Het is een vak en het is een kunst. En over het algemeen zeggen we, oefening maakt de meester. Nou, meesterschap en gebedstechniek wordt verworven door oefening. Hoe vaker, hoe langer, hoe intenser, hoe meer meester je wordt. Dus daarom zullen we dus in die komende lessen, het zal vier of misschien vijf lessen zijn, zullen we een aantal technieken bespreken, de achtergronden en de betekenissen. Want dat is ook een essentiële onderdeel. Want hoe meer je begrijpt, hoe beter je kunt davenen. Het eerste onderwerp vandaag is waarom we davenen. Wat is de bedoeling ervan? Wat probeer ik te bereiken met de davenen? Voor wie daven ik? Je bidt. Je davent voor Hashem. Maar waarom heeft Hashem ons gebed nodig? Je weet, men vertelt van een jong kind die opgroeide in een huis waar niet vaak gedavend werd. En hij was te gast ergens bij een niet-Joods kind is te gast bij een niet-Joods vrome gezin. En voordat ze gaan aan tafel en voordat ze gaan eten, zegt de gastheer of de gastvrouw, we gaan bidden. En ze zeggen een gebed. Het eten smaakvol zijn en goed voedzaam zijn. Die gast, die snapt het niet. Die kijkt een beetje verwonderd. Dus de gastvrouw die vraagt, wordt bij jullie thuis wordt dan niet gebeden voor het eten? Ze zegt, nee, mijn moeder kan koken. Dat is eigenlijk het verschil tussen Joden en christenen. Wij danken na afloop en de christenen, die doen van tevoren. Wij danken pas als je weet wat je hebt. Als je weet wat je hebt. Nee. Maar in ieder geval, dat kan ik niet zeggen. Wat is de bedoeling van het davenen, van het bidden? Voor wie?
Ja, is het niet overbodig om onze wensen aan de Kaddish Baruch Hu voor te leggen? Hij kent ze voordat wij ze in woorden kunnen uitdrukken. Er staat er niet, Hashem li lo ira. Hashem is bij mij en ik vrees niet. Waarmee we zo sluiten we de dag af en beginnen we de dag. Met die woorden verklaren we eigenlijk dat ons levensloop in zijn hand is. Dus valt er dan iets te vragen? Ouders leren hun kinderen dat wanneer ze iets nodig hebben, moet het op een gepaste manier gevraagd worden. Papa, mag ik dit? Mama, mag ik dat? Ik heb iets nodig. Enzovoort. Maar als we in een Kaddish Baruch Hu geloven, dan geloven we dat hij alwetend is. Hij weet alles. Dus waarom moeten we hem, wat moeten we hem vertellen? Weet hij niet dat hij ons gemaakt heeft met de behoeftes die we hebben? Tuurlijk weet hij dat. Dus waarom sta ik in mijn gebed te vertellen wat ik nodig heb? De waarheid is dat inderdaad God weet alles en hij heeft ook niks nodig. Dus de hele betekenis van het davenen is dat Hashem inderdaad niks nodig heeft. Dat is hij. Hij heeft niet nodig. Dus het is voor ons. Hij heeft geen behoeftes. Wij als mensen hebben behoeften. Hashem heeft geen behoeften. Dus de davenen is voor onszelf. Het is goed om onze afhankelijkheid van HaKadosh Baruch Hu te herkennen. En wat betreft onze eigen zeer persoonlijke leven in al zijn aspecten. En dat het evenzo goed is voor onszelf te dat laten doordringen dat HaKadosh Baruch Hu notie neemt van onze gedragingen. En dat hij deze succesvol kan maken. Dat succes en mislukking niet het gevolg is van toeval, maar van HaKadosh Baruch Hu's bemoeienis. Het Hebreeuwse woord voor tefillah heeft meerdere betekenissen. Ik zal even, als u me even de kans geeft. Nee. Ja. Als ik even de kans geef, wil ik Dus tefillah heeft meerdere betekenissen. Eén, de eerste betekenis, het wordt in het algemeen vertaald als gebed, maar eigenlijk is deze vertaling niet juist. Want bidden in de betekenis van vragen en smeken is niet wat tefillah is. De tefillot van Shabbat bijvoorbeeld ontbreekt smeken helemaal. Evenzo door de weeks omvat davenen veel meer dan bidden. In de gewone betekenis van het woord. Dus we zullen hier drie betekenissen van het woord tefillah bespreken. De eerste is pilel. Tefillah komt van het stam pilel, dat ook rechtspreken betekent. Ja, zoals in het boek Shmuel 1, hoofdstuk 2, vers 25. Im yechta ish shli'ish upilelo Elohim. Als een mens tegen een mens zondigt, en God over hem oordeelt. Het Hebreeuwse woord voor davenen is het wederkerende werkwoord lehitpalel. Dat dus ook betekent over jezelf oordelen. Een zelfkritiek. Een soort zelfkritiek. Dat is dus een belangrijk element van tefillah. Zoals zei, ik kom weer zo terug, maar eerst de twee andere betekenissen. Het woord tefillah is ook verwant met het werkwoord verbinden, tofel. God heeft ons middelen gegeven om met hem in contact te komen, ons met hem te verbinden. Een van deze middelen is het gebed. Eigenlijk zijn alle mitzvot, eigenlijk is dat is ook de betekenis van het woord mitzvah, is een verbinding, maar met name bij het davenen.
Het is voor velen een ervaringsfeit dat moeilijk aan de woorden is te brengen, dat deze verbinding met God verfrissend werkt, opbeurend, troostend, energiegevend en verademend. Die teksten die u op de scherm ziet verschijnen, die komen eigenlijk uit het boek Baderig. Misschien herkent u het, is niet mijn Nederlands. Het is het niveau van het Nederlands. Het is niet van mij, maar het is mijn schoonvader, Rabijn Forst. En hier is het derde betekenis van het woord tefila, of eigenlijk niet het woord tefila, maar het davenen woord, ook genoemd avoda. Het gebed wordt in de Torah en elders met avoda aangeduid, zoals bijvoorbeeld in de tweede parasha van Shema. De stam van het woord avoda heeft twee betekenissen, werken en bewerken. Dus hier hebben we eigenlijk, we hebben drie betekenissen, maar de derde is in feite, kan in feite in tweeën verdeeld worden. Er is gebed, er is werken en bewerken. Eigenlijk moet ik nog blijven bij de scherm. Maar dus dat zijn dus de drie. Even samenvatten. Dus en hoe gaan we dus in ieder betekenis apart? Maar voordat we daarin gaan, moest ik toch nog, nog even een tekst laten zien. En dit is een tekst uit de Talmud. In Yevamot. 64. De Talmud vestigt ons aandacht op een interessant feit of een interessant fenomeen. Dat we zien dat onze voorouders moesten, met name de aartsmoeders, moesten lang wachten voordat ze kinderen konden krijgen. Sarah is heel extreem tot haar 90ste. Bij Rivka was ook, waren ze 20 jaar getrouwd en ze hadden geen kinderen. Bij Rachel was ook een hele, was het een hele gebeurtenis tot uiteindelijk Rachel kinderen kon krijgen. En de Talmud zegt als volgt: Amar Rabbi Yitzchak met Nema hayu avotenu akurim. Mepnei HaKadosh Baruch Hu mitave letfilatam shel tzadikim. Waarom waren onze voorouders dan vruchtbaar? Omdat God gezegend zei hij, de gebed van de rechtvaardigen verlangt. Er is, behalve wat we eerder gezegd hebben, en wat we veel zullen, eigenlijk zou zeggen, het is twee richtings. Tuurlijk, Tvila is voor ons. Het is niet, Hashem heeft niks nodig. Hashem weet het. Het is, hij heeft het niet nodig dat wij het aan hem vertellen. Maar er is, maar hij heeft er iets aan. Omdat hij wil deze relatie. Hij wil een verhouding. Hij wil dat er, het gaat om een relatie. Wat wil dat wij met hem omgaan? Als hij het geeft, zonder dat daarom gevraagd wordt, ja, omdat hij weet het, dan is er ontbreekt er de verbinding. Dan is de verbinding maar één kant. En Hashem wil dat er een relatie is. En hoe breng je een relatie tot stand? Wat is de basis van een relatie? Dus ja, neem een voorbeeld. Twee mensen die op straat staan, die kennen elkaar niet. Die hebben niks gemeen. Maar één van die twee heeft toevallig dorst. En daar staat een kraampje waar een frisdrank verkocht wordt. En hij stapt naar de verkoper. En hij zegt, mag ik van je wat drank? Mag ik een kopje frisdrank kopen? Ja, dan ontstaat dus de ene die heeft een behoefte. En die ander die kan toevallig aan dat behoefte voorzien. Dan is er een relatie tussen die twee. En dat is het essentiële doel van het tefila. Om een gebed. Om een relatie tot stand te brengen. Tussen de mens en de Almachtige.
Hashem heeft ons behoeftigen gemaakt. Heeft ons zo gemaakt dat we constant afhankelijk zijn van dingen. En als we erkennen dat Hashem is degene die in ons behoeften voorziet, dan hebben we een relatie tussen mens, een schepsel, en God, de schepper, tot stand gebracht. En dan komen we dus naar de eerste betekenis van het woord tefillah, hebben we gezegd, tilel, oordelen. Wat betekent oordelen? Het betekent niet per se om te berechtigen. Verdien ik iets of heb ik het niet verdiend? Komt mijn beloning toe of komt mijn straf toe? Dat is de essentiële erkenning, een begrip van tefillah, om een relatie te creëren tussen twee entiteiten die zo ver uit elkaar zijn, God als oneindige en de mens beperkt, eindig. En toch, in het proces van die behoeften, bouwen we een relatie op en dat begint met erkenning. Ik ga weer naar... Ja, oké. Ja. Ik denk misschien ook... Een van de meest populaire tefilot, hoewel het niet een tefila in de klassieke zin van het woord is. Het is eigenlijk een bracha. Maar een van de meest populaire is het benchen. Ja, en het verhaaltje dat ik net vertelde, ging het ook over de tafelgebed. In het benchen zeggen we: Kihu keel zan, umefarnes lakol, umetiv lakol, umechim mazan lachol briotam asher bara. Hij, de welwillende God, voorziet een voeding en een levensonderhoud voor alles wat hij heeft geschapen. Ja, in de Hebreeuwse tekst ziet u ook het vervolg in Nusach Svaran. Is Poteach et Yadecho, Masbiel Ochai Ratzon. En we noemen ook de pasuk van Tehillim 145. Dat alles wat leeft wordt voorzien, onderhouden door de hand van Hashem. Dat in het Ivrit heet het Birkat Hamazon. Dus Birkat Benchen, in het Jiddisch noemen we het Benchen. In het Ivrit is het Birkat Hamazon. En tegenwoordig in Israël zijn er jonge kinderen die kunnen het verschil niet van Birkat Hamazon en Birkat Amazon. Je kan soms de indruk krijgen dat het davenen is een soort een grote Amazon verlanglijst. Je vult in alles wat je nodig hebt en je wacht tot het gaat komen. Maar dat is het niet. Het is een erkenning van de betrokkenheid van de Kadosh Baruch Hu. Daar is een vraag. Nee. Het is een erkenning van de betrokkenheid van de Kadosh Baruch Hu bij de wereld. Hashem creëerde niet de wereld ooit en zei, nu zetten we het op automatische piloot. Er zijn natuurwetten die de wereld regeren en laat het zijn gang gaan. Nee, dat is fundamenteel een tegenspraak tot wat religie is en tot wat tefila is. Tefila betekent dat we erkennen dat Hashem heeft de wens dat wij onze behoeften aan hem vertellen. Waarom? Want dan weet je dat hij daarbij betrokken is. Dat hij heeft daarmee te maken. Het gaat hem aan. En daar moet je dus ook goed over nadenken. Ja? Want twee mensen hebben hetzelfde... En hetzelfde levensonderhoud betrokken zijn. We hebben twee winkeliers.
En de ene slaagt om een goede business op te zetten, en de ander is minder succesvol. Of hij faalt helemaal. Waar ligt het aan? Je kunt denken, ja, die ene die doet het goed, en die ander is een schlemiel. Ja. Daar zit het al in het woord schlemiel. Is het zijn schuld dat hij een schlemiel is? Niet altijd. Ja. Soms is het heel duidelijk. De een doet zijn werk zoals het hoort, en de ander doet het niet zoals het hoort. Maar er zijn zoveel componenten die een succes mogelijk maken, die niet van ons afhangen. Ja? Wie regelt het allemaal? Ja? Het gaat niet alleen. Natuurlijk, je moet je best doen. Je moet eerlijk handelen. Je moet je werk oprecht. Je moet oprecht in je werk zijn. Het is hard. Je moet zwoegen. En je haalt je salaris binnen. En daar, je kan niet achterover zitten en zeggen, Hashem, zorg dat het eten komt. Maar met dat allemaal, met al het werk dat je erin stopt, moet je ook realiseren, als je daarna denkt, hoeveel verschillende elementen niet van jezelf afhankelijk zijn, om te zorgen dat je zaak een succesvol zaak is. Dat het bedrijf blijft voortbestaan. Dat, ja, we, zeker vandaag de dag, in een situatie als corona, dat had je niet kunnen voorspellen. En ook had je het kunnen voorspellen, heb je het niet in handen om te zorgen dat jouw zaakje, om het zomaar goed zal gaan. Er zijn zoveel elementen die van elkaar afhankelijk zijn. En dat is de tefila is dus een erkenning dat het allemaal dat in de handen van Hashem zijn, is. En daar richten we ons gebed naar Hashem toe. Dus het gaat niet om oordelen. Als we zeggen pilel, oordelen is niet oordelen. Iemand wil iets vragen. Ja. Oorlijk. Is het beter nu of in het eind van de lessen? Dat kan ook. Ik eindig dit punt en dan... Beter woord. Ja. Dus wat betekent pilel, wat betekent oordelen, is niet hoeveel mitzvahs heb ik gedaan, hoeveel overtredingen, chas v'shalom, hoeveel beloning mag ik, hoeveel beloning komt me toe, hoeveel straf kan ik verwachten. Het gaat om erkenning dat God niet een abstract wezen is, dat ons kan straffen voor wat we slecht doen, of ons kan belonen voor wat we goed doen. Nee, het is veel meer dan dat. God is betrokken bij ons dagelijkse leven en zorgt voor ons en werkt dingen voor ons uit, zodat we hebben wat we nodig wat voor ons nodig is. Dat is wat de bedoeling van het davenen is. Als we erkennen en we bereid zijn te erkennen Hashem's betrokkenheid bij ons dagelijkse leven, hoe we ons brood verdienen, hoe we ons basisonderhoud voorzien, dan is Hashem betekenisvol in ons leven. Dan is het geen abstractie, maar het is bij ons in elke stap van de weg, in elke deel van ons leven. Dus in feite, wanneer we davenen, maken we een soort filosofische verklaring. Een verklaring. Hashem, ik geloof en ik erken dat u dagelijks in mijn leven betrokken bent. En daarom wend ik me, als ik iets nodig heb, ook al weet ik zeker dat jij weet. U weet wat ik nodig heb. Ik heb die erkenning nodig. Ik ben degene die het moet weten. Oké, nu een vraag? Ja, heel graag. Bedankt voor de inspiratie. Mooie uitleg. Alleen, ik snap niet helemaal, zeg maar. Of ik snap het ergens. In ieder geval, vanuit mijn perspectief, hoe ik het begrijp en uitoefen, is dat ik vraag niet zoveel namelijk. Want in mijn begrip, het is ten eerste natuurlijk, het is de acknowledgement, zeg maar, dat jij voor jezelf en voor Hashem ook realiseert dat hij is, daarmee te beginnen. En dan, ik heb het idee dat hij zelf beter weet wat ik nodig heb. Zeg maar, ik heb het niet, zeg maar, de lef om te durven om iets te vragen.
Omdat misschien krijg ik dat ook dan en dat is dan niet wat eigenlijk voor mij nodig is. Of niet op de juiste tijd of zo. Dus de maximaal wat ik kan vragen is dat hij me geeft wat hij denkt dat ik nodig heb. Zeg maar. Ik weet niet, want in mijn begrip, ik weet niet hoe ik het uitleg. Maar ik zou niet eens durven, zeg maar. Want in principe er is een heel dikke grens tussen wat je wil en wat je nodig hebt. Maar wat ik nodig wat heb. Wat je zegt is begrijpelijk. Dus eigenlijk is dat een beetje de achtergrond van de vraag waarmee we begonnen zijn. Ja, als hij alleswetend is, dan waarom? het doet me denken inderdaad iemand, er was van die, wat vroeger in Nederland genoemd werd, de driedaagse Joden. Iemand die was heel vroom om 3 keer per jaar naar school te komen. Maar niet vaker dan dat. En hij werd dus een keer door de rabbijn aangesproken. Hij zegt, ik zie wanneer je naar school komt, inderdaad op Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan ben je heel erg, doe je mee, je leeft mee. Ik zie dat je kan de tefila goed waarderen. Waarom kom je niet vaker? Zegt hij, beste rabbi, ik wil geen noednik zijn. Ik wil een noednik. Noednik, die komt elke dag dezelfde. Ik wil geen noednik zijn. Ik heb het 1 keer gevraagd in het begin van het jaar. En dan laat ik wel aan Kaddish Baruch Hu over. Nou goed, dat is zijn houding. Maar als je de Amida leest, dan zit daar de een na de ander verzoek. Je vraagt om gezondheid, je vraagt om verstand, je vraagt om parnassa, je vraagt om wat je nodig hebt. En dat is in wezen is dat ook de meest, de primaire oefening van davenen. Natuurlijk is meer in davenen. Zoals ik heb ook gezegd, op Shabbat vraag je om niks. Maar door de week vraag je wel. En de primaire functie van davenen is, op het moment dat je iets nodig hebt, moet je dat vragen. Maar je vraagt het bij Hashem. Daar gaat het om. Je hebt een... Of ik zal even een chassidische verhaal vertellen. Reb Zusha van Anipolu, een van de grote chassidische meesters. Die was... die had de gewoonte. Hij stond elke dag, was hij uren bezig met davenen. Maar dat was meer een spirituele oefening van davenen, zoals in de volgende punten toegelicht zal worden. Maar toen hij klaar was met davenen, voordat hij gedavend heeft, heeft hij niks gegeten. En hij was daar uren mee bezig. En toen hij klaar was met davenen, had hij de gewoonte dus dat hij zei, Ribbono shel Olam, meester van de wereld, Zusha heeft honger. En dat was een signaal voor zijn bode, voor de shamash. Die wist, als Zusha dat zegt, dan betekent het dat hij mag binnenkomen en het de dienblad met het eten voor hem neer kan leggen. Ja. Mijn schoonmoeder over Sholem zei altijd de kinderen aanging kreeg. Sorry? Mijn schoonmoeder zei altijd, de kinderen zijn hungerig. De kinderen hebben honger. Maar zij had zijn dat ik eens eten. Ja, de kinderen. Ja, Zusha is hungerig, precies. Ja. Zusha heeft honger. Eén keer heeft die bode besloten, ik sta hier de eieren voor hem te bakken en broodjes voor hem te smeren. En hij zegt, Rabbeinu Shalom, Zusha is hungerig. Hij mag mij vragen. Wat vraagt hij het aan Hashem? Hij moet het aan mij vragen. Dus ik ga niks voor hem klaarmaken. En we zien wel wat er gebeurt. Nou, misschien raadt u het al. Die shamash die heeft niks klaargemaakt. De Zusha is klaar met zijn davenen. En hij zegt, Rabbeinu Shalom, Zusha is hungerig. Net op dat moment klopt er iemand aan. Met een grote fruitmand. Met een fles yoghurt. Die heeft een mooie bracha van Reb Zusha gekregen. En hij wilde Reb Zusha danken. En hij komt met een heerlijke ontbijt voor Reb Zusha.
wat is het idee hiervan? Is Reb Zusha, heeft hij dan de moeite van zijn bode niet erkend? Is hij een ondankbare meester die gewoon, die neemt niet eens de moeite om zijn werknemer toe te spreken? Natuurlijk wel. Natuurlijk, Reb Zusha was een hele edel, verfijnde, vriendelijke persoon. Maar het is een erkenning. Het gaat erom de erkenning. Wie voorziet je van... Je hebt behoeftes. Je kan zeggen, ja, ik heb niks nodig. Iedereen heeft wat nodig. En de vraag is, waar zoek je dat? Als je iets nodig hebt, ga je eerst naar de koelkast. Als je voelt honger in je buik, ga je eerst naar de koelkast kijken wat er is. En dan denk je, misschien zal ik een bracha zeggen om Hashem daarvoor te danken. Of ga je eerst de sidder openmaken en erkennen dat wie voorziet je van je behoeftes? Dat is Hashem. En dan onderneem je wat ondernomen moet worden, dat er daadwerkelijk eten op het bord zal liggen. Dat is het eerste punt van davenen van Tvila, zoals het woord Pilel, om te oordelen hoe je werkelijk oordelen en erkennen hoe je werkelijk aan je voorzieningen komt. Het komt niet alleen door je eigen ondernemingen. Het komt niet alleen toevallig. Het is HaKadosh Baruch Hu die je van je eten voorziet. En erken dat en zeg dat met woorden. Spreek dat met woorden uit. Omdat door het uit te spreken met woorden dringt het bij jou beter door. Robijn Katman, ik wil niet dat ik verkeerd begrepen ben. Ik ben geen noednik in dit geval of zo. Ik daven ook. En ik zeg de helems en brachot en ik begrijp zeg maar hoe het werkt. Alleen dan komt natuurlijk in mijn gedachten ook het verhaal van King Solomon. Dat hij kon om alles vragen, maar vroeg om wijsheid en heb alles dan in gekregen. Dus ik wil meer zeggen vanuit bescheidenheid. Vrouwen zijn niet helemaal verplicht om shacharit uit te spreken of verban, al zijn er de ook mincha. Maar dus zeg maar, het gebeurt dat vrouwen dan doen en zeggen. Maar ik vraag, wat moet ik dan vragen? Zeg maar, dat er komt iemand in mijn leven. Staat er de hoofdzaak. De hoofdzaak, dus punt 1 is: je moet realiseren, ieder mens heeft behoeften. En die behoeften moet je realiseren, dat om die behoeften moet je Hashem vragen. Daar begint het. En dat kan zich uiten door 3 keer per dag de Amida te zeggen, of 1 keer per dag, of 1 keer per week. Dat zijn verdere details. Maar de basis ervan is dat je moet erkennen en toegeven en onder woorden brengen dat als ik iets nodig heb, dan is er 1 adres waar ik dat kan vragen. Dat is de Kadosh Baruch Hu. En dat doe ik door middel van het davenen. Punt nummer twee, de tweede betekenis die we gehad hebben voor... Dus dat is tvila van het woord pilel. Dan hebben we gehad tvila van het woord verbinding. Ik ga nog even terug naar de tekst. Ja. Okay. Sorry. Ja, ki ata shomea tfilot kol pe. In de Amida, de 14e bracha, ki ata shomea tfilot kol pe, dat u hoort, u luistert naar het gebed van elk mond. Trouwens, ik zal even... dat woord u in het Nederlands... Ja, zie je bijna geen vertaling van de davenen... waar de jij-vorm gebruikt wordt. Maar eigenlijk, als je zuiver naar de Ivrit-tekst zal willen vertalen... dan is jij... Misschien een meer correcte vertaling. In het Hebreeuws heb je het u en jij. Ja, maar het is wel
je spreekt in de derde persoon, de eerbiedige, als je iemand eerbiedig wil toespreken, de u-vorm is dan in derde persoon. Sorry, ik zie hier een vraag. Ik kan het niet goed lezen, dus... Ja, ik zie een vraag. Aanvulling op de vraag. Soms denken we iets nodig te hebben waarvan Hashem weet dat wij dat helemaal niet nodig hebben. Hoe weten we dat wij daar niet om moeten vragen? Dat is de vraag naar aanleiding dus van wat we eerder gezegd hebben. Nou, dat is ook een onderdeel van het oordelen. Ik zou eigenlijk twee dingen zeggen. Ten eerste, vragen kan je altijd. Hè? Wie zegt dat het antwoord op je vraag moet altijd zijn oké? Net zoals je vraagt iets van een kind die iets van zijn ouders vraagt. Of een werknemer die iets van zijn baas vraagt. Dat je het vraagt, betekent niet dat je daar recht op hebt. Je vraagt en je weet, ja, zoals de Nederlandse uitdrukking, nee heb je, ja kan je krijgen. Je vraagt het. Ik kan me herinneren, het was iets 10 jaar geleden, of misschien eerder, was een Israëlische soldaat, Nachshon Waxman, als ik me niet vergis met zijn naam, die was gevangen genomen door Hamas, en het was een hele intense paar dagen toen men naar hem zocht, en uiteindelijk werd hij vermoord. Hashem yinkom damo. En hij was een religieuze jongen, kwam van een religieuze familie. En de moeder werd dus gevraagd, tijdens die paar dagen van zoeken, werd heel veel gedavend en werd heel veel gebeden. En dus de moeder werd gevraagd, denkt u dat uw gebeden, dat de gebeden niet gehoord waren? Hoe staat u dat even? Ja, je hebt zoveel tefilot georganiseerd. Iedereen van de hele wereld was aan het davenen. En uiteindelijk gebeurt er dit. Waarom de tefilot niet gehoord? Zegt de moeder. Heeft de moeder dus heel... heel treffend geantwoord. De tefilot waren gehoord. Maar het antwoord was niet wat ik had voor gehoopt. De tefilot waren gehoord. Het antwoord was anders. Wij bepalen niet wat het antwoord zal zijn. Maar het belangrijke is dat we weten waar de vraag gesteld moet worden. Het is geen zonde om iets te vragen. Ook al zal het antwoord nee zijn, toch mag je het vragen. En als jij het gevoel hebt dat je het nodig hebt, dan moet je dat ook vragen bij Hashem. Dan gaan we door naar de tefilot. Tefilot van het woord verbinding. In de Amida zeggen we, hoort, luistert naar het gebed van elk mond. Elk mond betekent dus niet alleen van de menselijke monden, van dieren maken geluiden, stromend water maakt een geluid, de lucht maakt een geluid. Ga zo door. En al die geluiden, luistert Hashem naar al die geluiden. Hij luistert naar de dier die om voedsel schreeuwt, zoals we in Tehillim lezen. De vogel die honger heeft. Hij luistert naar de mens die een menselijke taal spreekt en een relatie met de Kadosh Baruch Hu wil ontwikkelen. Als we daarbij stilstaan, is God almachtig, Kadosh Baruch Hu, oneindige, onbeperkt. Hij luistert naar een woord dat een mens uitspreekt. Een kortstondig mens. Hier vandaag, morgen weg. En toch luistert Kadosh Baruch Hu naar die woorden. Bedenkt hoe belangrijk woorden zijn. Hoe vaak sta je te spreken en je weet dat niemand luistert. We praten veel, soms zinnige woorden. En soms minder.
En we luisteren naar allerlei mensen die spreken. Soms hebben we daar geduld voor, soms minder. Kadosh Baruch Hu luistert naar elke woord dat we uitspreken. Dat is de betekenis van het woord, van die woorden ki ata shomea tfilat kol peh. Je luistert naar de woorden die elk persoon uitspreekt. Omdat Hashem wil luisteren. Het is, hij is geïnteresseerd in de relatie. Hij wil die communicatie. Hij kan naar elk woord luisteren. Wij hebben een beperkte capaciteit. Je luistert naar iemand die praat. En als ik hier 3 uur zal blijven doorkletsen, betwijfel ik of je zult blijven luisteren. Je wordt er moe van. En dat is logisch. Omdat ons geduld is beperkt. En je geest heeft een beperkte focusmogelijkheid. Maar dat is niet bij Kadosh Baruch Hu. God is oneindig. Oneindige geduld. En hij luistert naar elk woord die de mens verkondigt. En wat else, alles wat wij verwoorden. Wij gebruiken die woorden van Tefillah om de relatie met Hashem te versterken. Ik moet het nog even afmaken. Ik was begonnen over het woord Ata. Dat geeft ook uitdrukking aan dit relatie waar we het hier over hebben. In het Hebreeuws, als je iets in de u-vorm wil zeggen, dan gebruik je derde persoon. Ja? Kvodo. Ja? Wil meneer dit of dat hebben? Heeft meneer gehoord dat het zo en zo is? Je spreekt in de derde persoon. Onze tefilot spreken we net in derde persoon aan. Onze tefilot spreken we Blashon Nochach. Spreken we in de eerste persoon. Ata. Dus dat, en vandaar dat ik zeg eigenlijk. Dat eigenlijk is Ata. Jij is een betere vertaling van Ata. Nou, het schijnt dat ik. Dat was ik. Ja, ik zei dat iedere keer dat ik begin over Ata, u of jij, dat dan de vraag terugkomt. Het ging dus om de vraag, als we, misschien hebben we het niet nodig, moeten we misschien dan niet om vragen. Ja, dat bedoelt u? Nou, ik weet niet of u aan die vraag... Nee, de deelnemer die heet Ellie. Ja, maar dus schrijft haar internet viel weg. In Maastricht. Ja, de antwoord van de moeder. Oké, de antwoord van de moeder. De antwoord van de moeder was... Ja, dus de vraag aan de moeder was... Heeft God uw gebeden niet gehoord? Of heeft u het gevoel dat uw gebeden niet gehoord waren? En haar antwoord was... De gebeden waren wel gehoord... Maar het antwoord dat ik heb gekregen... was niet het antwoord waarop ik gehoopt heb. Ik heb iets gevraagd met de hoop dat Hashem zal zeggen ja. Ja, mag mijn zoon alsjeblieft gered worden, hopende dat het antwoord zal zijn ja. Maar ik ga niet over het antwoord. Het antwoord van Hashem was anders. Ja. Dus dat is het idee. Wat we zeggen, het feit dat je om iets vraagt, betekent niet dat je... ook bepaalt wat het antwoord moet zijn. Dank je. Oké, dus komen we bij de tweede betekenis van het woord tefillah. En dat is dus van het woord verbinding. En dat zien we in een Mishnah. Het is een Mishnah in Masechet Kelim. Het is een niet erg bekende Mishnah. Dat wil zeggen, het is niet van de Mishnayot die we de... van Pirkei Avot, of een andere bron die we vaker leren. Maar daar heb je dus die uitdrukking. Het is alleen om een etymologische verband te leggen tussen het woord tefillah en het tofel kli geres habari, als een intact vat gepleisterd wordt om het beter bij elkaar te houden. Dus tofel is een soort pleisteren. Of... eigenlijk zien we dit ook in het woord in de naam Naftali.
een van de 12 stammen, die werd genoemd Naftali. Wat betekent Naftali? Naftule Elokim, vertelt hij dat ook van het woord van een soort verbinding, dat er een meer gehechtheid zal zijn, zal ontstaan. Dus tefila betekent dus verbinding en meer en hechten, om te verhechten de relatie met de Kadosh Baruch Hu. Als we ons willen verbinden met de Kadosh Baruch Hu en onszelf dicht bij Hashem willen houden, dan zijn er natuurlijk allerlei mitzvot. Alle mitzvot brengen een verbinding met Hashem tot stand. Maar geen van de mitzvot heeft die diepte en de breedte van tefila, van een gebed. Gebed is een activiteit dat begint met woorden die we uitspreken. Ja, we hebben net gezegd dat Hashem luistert naar elke woord. Maar in die woorden moet er ook een gevoelens zijn. We moeten een uiting geven van onze geestelijke toestand. We gebruiken woorden en we geven ze een gevoel. Een gevoel van het hart, en we concentreren met onze gedachten en van onze verstand. De hele persoon wordt meegenomen in dat proces. We verbinden dat persoon met de Almachtige tijdens het davenen. En zo wordt dus van een oneindige, zo ontstaat een relatie van een oneindige God met een eindig mens. Ja, voor een groot deel bestaat Tfila uit vastgestelde gebeden. Er zijn er die vragen: waarom moet men een formeel gebed zeggen? Gebruik elke dag dezelfde woorden. Oké, kleine variaties voor Shabbat en de feestdagen. Maar in feite volgen we een formule. Waarom? Moet het gebed niet een persoonlijke gevoel uitdrukken, maar gevoelens voor HaKadosh Baruch Hu? Nou, woorden kan men vergelijken met bouwstenen, of ook als een voertuig. Wat je doet met de stenen, wat je met de stenen bouwt, wat je in de voertuigen stopt, bepaal je zelf. Elke architect gebruikt dezelfde stenen als het ware. Maar de gebouwen zijn heel anders. Elke auto ziet er ongeveer hetzelfde uit. Maar wat erin zit en wat ermee gedaan wordt, is heel anders. Je kunt dezelfde woorden zeggen en elke keer net een beetje anders. Je zingt het anders. En dan heeft het een hele andere gevoel. Ja. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, dat zijn dezelfde woorden, maar die hebben twee totaal tegenovergestelde, uiteenlopende betekenis. Woorden brengen dus persoonlijke emotie over, omdat het zijn de voertuigen, de bouwstenen, voor wat wij erin stoppen. En wat je daarmee gaat bouwen. Dus, en dat is dat wat maakt tefila een unieke mitzwa. Wanneer wij zich verbinden met Hashem, met de woorden die we spreken, dat is een handeling. De meeste mitzvot zijn een soort mechanische handeling. Je moet iets doen. Je moet een lichtje aansteken. Je moet tefillin om je arm binden. Je moet matzen eten op Pesach. Een lulav schudden. Het zijn handelingen. En zo heb je dat ook in de tefila. Het is uitspreken van woorden. Het is een mechanische handeling. Maar je plaatst jezelf erin. Met de gevoelens en je geest en begrip. Ja, dat is het hele pakket van de tefila. En er zit trouwens ook nog, dus dat is de verbinding die bij het tefila ontstaat. Bovendien is het dat in de vastgestelde teksten, meestal is het een meervoudsvorm. De meeste tefilot worden in een meervoud uitgesproken. Refa'enu Hashem v'nerafe. Genees ons en wij zullen genezen worden. Ja? Dat is een menselijke overweging van dank en gebed, maar ze raken niet de incidentele overwegingen van ieder apart aan. Want hier komt een tendens naar voren van ons persoonlijke leven te zien als onderdeel van een groot geheel. Ons vreugde, ons leed krijgt pas zin beschouwd in de relatie
de lijn der historie van ons volk, van de mensheid, van heel Israël. Door het zien van je eigen leven als een schakel en de lange reeks van der geslachten, wordt het belang van je eigen ervaring gerelativeerd. Het persoonlijke ervaren wordt op deze wijze opgeheven tot een algemene ervaring en hierdoor gesublimeerd. En wanneer een mens in uiterste nood Shema Israël roept, of een rouwende een Kaddish zegt, en die woorden algemeen, de algemene opdracht van de mensheid aan de woorden brengt, dan krijgt zijn persoonlijke leed een veel ruimere perspectief en daardoor beter te dragen. Dus het is niet alleen een verbinding, het is uiteraard een verbinding met Hashem, en het is ook een verbinding met de medemens, de rest van het Joodse volk, en de ketting der geslachten, zoals ze zei, van de geschiedenis. Wij verbinden ons met de generaties voor ons en die na ons zullen komen. Dan komen we bij de derde betekenis van het woord, of de derde, eigenlijk de tweede woord die gebruikt wordt voor Davenen. Dus we hebben twee betekenissen gehad voor het woord tefila, of pileel, of tofel. En dan de derde was avoda. En in avoda zelf hebben we gezegd, daar zijn twee betekenissen. Werken en bewerken. Nou, waar komt het woord avoda vandaan? Dan moeten we ons eigenlijk de vraag stellen, waar staat er in de Torah dat je moet davenen? Ja, je zult niet zien, niet in de... Gij zult davenen, dat zal je nergens vinden in de Torah. We moeten even verder. Oké, dat werkt net. Dus. Mag ik wat vragen? Ik weet niet, want ik weet niet zeker, maar volgens mij, in zover ik het mij bekend is, dat al die tefillot die in Sidur opgesteld zijn, er zijn toch wel een bepaalde stukken, zeg maar, die uit Torah of Tanakh hier, zeg maar, afkomstig zijn. En in een van die stukken daar gaan we een andere keer. We hebben het over het algemeen, waarom tefillah, waarom davenen, waarom bidden überhaupt. Over de samenstelling van de tefillot, daar komt een andere keer. Ik heb alleen aangekaart dat vaak is het een meervoud en daarmee de connectie met andere mensen en de connectie met andere generaties aangegeven wordt. De samenstelling van de tefillot is een andere keer. Morgen beginnen we daar in ieder geval mee. Dus even nog geduld aan mij. Het laatste, het woord voor davenen, avoda. Dus dat, zoals ik zei, in de Torah zal je niet vinden, gij zult davenen. Titpalel, zelfs niet het woord titpalel koljom, zal je daar ook niet vinden. Waar staat het wel? Dus daar hebben we ook, in het begin hebben we al naar gewezen, in de Shema. In de Shema lezen we, Wahavta et Hashem Elokecha b'chol v'yu hadvarim eile Hashem lachem tzavcha hayom, la'ahava et Hashem Elokecha u'la'avdo b'chol levavchem. Je zult houden van Hashem en je zult hem dienen met heel je hart. Nou, wat betekent dienen Hashem met heel je hart? Ula avdo, je moet hem dienen. Je moet houden van Hashem. Maar houden van, liefde is statisch. Het is een gevoel. Het is niet iets dat je doet. Dienstbaarheid impliceert een activiteit. En wat is dan, wat voor activiteit kan je doen
om je liefde te verwezenlijken. Je liefde voor, ja, dus je liefde voor je echtgenoot of echtgenote, dat kan je, dan breng je een bloemetje, geef je een cadeau. Daarmee heb je een activiteit om de liefde te uiten. Hier zegt Hashem, ik wil dat je de liefde uit in je hart. Begol levavchem in je hart. Dat is dus, dat is gebed. Dat is tefillah. Zoals we eerder zijn. Gebeden zijn woorden. Maar die woorden moeten met gevoel uitgesproken worden. Dat is wat tefillah hoort te zijn. De emotie die we erin stoppen. Die wij daarin stoppen. Doordrenkt de woorden. En het is een dienst van het hart. En dat is de verplichting. Dat we ontlenen uit de woorden. La'avdo. Om Hashem met je hart te dienen. Zoals ik zei eerder, het woord avoda heeft twee betekenissen, werken en bewerken. Dus werken is, willen we dat onze tefillot niet een automatisme zijn, willen we dat het gebed de uitwerking zal hebben van dat emotionele gevoel, dan moet je daaraan werken. Dan moet je zich inspannen. En daarom ja, zeggen ook de Talmud wordt gezegd dat de chassidim van ooit, die hebben voordat ze aan het davenen begonnen zijn, waren ze al een uur bezig om zich voor te bereiden voor het davenen. En dus voor veel mensen, als je een kwartier met davenen bezig bent, is het al veel. Maar als je wil dat het met gevoel is, dan moet je zich daarvoor inspannen. En dan is het tweede, bewerken. Wat wil bewerken zeggen? Sommige materialen zijn zeer nuttig, mooi, maar ze worden in een rauwe toestand gecreëerd. En ze moeten eerst bewerkt worden. En zo wordt het Joodse volk vergeleken door de profeet Malachi, wordt er genoemd Eretz Chefetz, een land van verlangen. Het land, legt de Baal Shem Tov uit, bevat veel schatten, maar deze liggen vaak diep verborgen. Men moet naar deze schatten graven, om bloot te leggen en zo nodig zuiveren en bewerken. Ieder mens beschikt over goede eigenschappen die evenwel zoals de vergelijking met de aarde vaak diep verborgen zijn. En de uitwerking van het gebed, van het davenen, kan zijn dat deze goede eigenschappen naar boven komen en ze gaan ontwikkelen. En dat andere minder goede of zelfs slechte eigenschappen, zoals onkruid, verwijderd worden. Of beter nog, getransformeerd worden. Dus die tweeslachtigheid in ons karakter, het feit dat we zowel goede als slechte eigenschappen bezitten, is toe te schrijven aan de twee zielen. De nefesh, de krachtenbronnen. Nefesh Elokit en de nefesh Bahamit. De goddelijke ziel en de dierlijke ziel. Die streven ons energie te leveren, dat we kunnen functioneren. De ene is, zoals het heet, de dierlijke ziel, heeft verlangens die min of meer overeenkomen met de verlangens van een dier. Die wil gewoon blijven bestaan, zichzelf en zijn soort in stand houden. Andere ziel, de nefesh elokit, de goddelijke ziel, heeft een verlangen naar iets meer dan gewoon bestaan. Die heeft een goddelijke verlangen. Die wil ons in contact brengen en een relatie doen ontstaan met God. En gedurende het gebed verbindt de goddelijke ziel met God en zelfs de dierlijke ziel in ons met heiligheid gevuld. We betrekken ook de dierlijke ziel, want het, zoals ik zei, het is een mechanische handeling die je doet. Ook dat wordt betrokken bij de geeststreven van de ziel. Op dat ogenblik worden wij bewust van dingen die er werkelijk toe doen, die werkelijk van belang zijn. Diepere krachten komen naar boven en we voelen ons gezuiverd en bewerkt. Tot hier voor vandaag. Morgen om 10 uur gaan we verder. Als er vragen zijn, kan ik die nu nog beantwoorden. Anders wens ik u allen een hele fijne voortzetting van de dag. Morgen, voordat we morgen bij elkaar komen, heeft u zeker goed gedaan.
En hopelijk een beetje meer kunnen waarderen de betekenis en de bedoeling van het davenen. Dank u wel, Raf Katzman. Nog even een vraag. Ik moet morgen werken. Wordt die les opgenomen en beschikbaar gesteld op Rabbijn.nl Facebook? Als alles goed gaat, als de techniek meewerkt... Normaal staat hij erop. Ja. Oh, oké, prima. Dan kan ik die nakijken. Hartelijk dank. Ja, oké. Fijne dag. Oké, Ska. Dank u wel, Raf. Tot morgen. Tot morgen. Dank u wel. Proberen. Internet connection. Wow.